zoek de fout. Ja, ik heb contact met de oerouders via mijn noot. Hallo, hallo oermoeder. Ja, nee, ik ga eruit. Ik gooi ze wel weg. Ik ga ze niet mijn mond steken. Hallo, welkom bij Maar 10 Minuutjes. Vandaag ga ik het hebben over noten en zaden. De meest gezonde, compacte pakketjes die je in de natuur kan vinden. Chockvol goede vetten, mineralen en vitamine. En ik ben dus nu eigenlijk mijn decor aan het opeten. Noten zijn eigenlijk de pure essentie van een boom. Zoals een ei de essentie van een kip in de dop is. Als het een gelukkig ei is natuurlijk. Voor zover een ei gelukkig kan zijn. En beseft dat het een kuiken zou kunnen worden. Maar oké, ben aan het afwijken. Een noot is de essentie van een boom of plant. En juist daarom zit die chockvol alles wat er nodig is om uit te groeien tot iets krachtigs. Noten zijn de oervoeding die onze voorouders aten. Hoe onbewerkter, hoe gezonder. En sommige zaden en noten kunnen we dan weer beter verteren en opnemen dan dat we ze even hebben geweekt of gecrushed. Dat deden onze oervoorouders waarschijnlijk ook. Maar dat is eigenlijk omdat moeder natuur sommige noten en zaden een jasje heeft gegeven, waardoor ze pas in vruchtbare aarde kunnen gaan kiemen. Je zou kunnen zeggen dat het een soort van verdedigingssysteem is om ervoor te zorgen dat de kastanje al niet gaat kiemen in de buik van een eekhoorn. Heel zielig, hè? Of het zaadje van een berk ineens al een boom wordt in een mus. Dus hè, daarom zit daar dus een schilletje rond. En dat schilletje gaat er pas af in vochtige aarde. Reden te meer natuurlijk dat de meeste noten worden ontdaan van hun jasje voordat we ze opeten. En dat het dan goed is om ze niet te verhitten of te roosteren en te zouten. Maar gewoon zonder jasje, naakt, hup, in mijn mond. En dan kan ik nu meer praten. Ik ga nu even mijn mond leeg eten. Dan ga ik gewoon verder. Gezonde, onverzadigde vetten, eiwitten en veel vitamine en mineralen. Ze helpen ons vrouwen met de hormonale rollercoaster waar we ons hele leven eigenlijk in zitten. En ze helpen ons om in balans te blijven. Zeker in je menopower zijn noten een top idee. En ik moet echt zeggen, ze zijn lekker. Noten helpen ons beter te slapen, in balans te blijven. Ja, zelfs ons humeur en ons libido varen er wel bij. Je zou noten dus ook happy food kunnen noemen. En heren die aan het kijken zijn, koopt gewoon een hoop noten voor je vrouwen in plaats van praline. Het is gezonder en beter. Ze zitten vol ijzer, dat is goed voor gezonde rode bloedcellen en veel energie. Magnesium, voor sterke botten, soepele spieren, zink om ons weerbaar te maken tegen op hol geslagen cellen en een ziek hart, kalium voor een gezond hartritme, lage cholesterol en een gezonde bloeddruk en vitamine B. En dat is voor een hele hoop goede dingen. Met andere woorden, het is eigenlijk een medicijnkastje dat je open doet. Poep. Alle vitamine B's werken eigenlijk samen. Een vitamine B-complex is zo'n beetje de ruggengraat voor een goed functionerend zenuwstelsel. De aanmaak van gezonde lichaamcellen en een gigantische hulp om vrije radicalen uit ons lijf te krijgen. Want het zijn die suckers die ons lijf aftakelen, die ons ouder maken. Vitamine B heeft dus een zeer sterke antioxidante werking. Dat is het moeilijke woord om te zeggen wat ik net verteld heb. En daarnaast helpt vitamine B je goddelijke lijf, om je koolhydraten af te breken. Had ik dat eigenlijk al gezegd, vanaf dat je naar maar 10 minuutjes kijkt, ga ik je regelmatig herinneren aan het feit dat jij er geweldig uitziet. En dat je alleen nog maar mooier kan worden door mijn tips en tricks. Ik geef toe, ik heb ook wel wat lampen op mij staan. Maar weet dat je dus nu elke morgen dag schoonheid tegen jezelf in de spiegel gaat zeggen, in plaats van de flauwekul die je naar beneden trok. Dus geen één keer, maar wauw, wat ben ik mooi. Gewoon menen, hè. En door jezelf elke dag positief toe te spreken, word je ook echt mooier en gezonder en sexier. Gaat dat zien. Dus die noten die gaan je helpen om het goddelijke lijf nog mooier en sterker te maken. Hell yeah! Die vitamine B is de sleutel van een hele hoop elementen. Hè. Het gaat er ook voor zorgen dat we slanker blijven, want ons eiwitmetabolisme gaat beter werken. En we gaan goed functioneren tussen onze oren. En dat, lieve meisjes, is een hele goeie voor als we heel veel stress hebben. Hè. Want stress, dat ondermijnt niet alleen onze schoonheid, ook onze gezondheid. Dus alle hulp is welkom. Noten en hun vitamine B helpen dus eigenlijk om ons een hele bazaar helemaal oké te houden. Goed functionerend, gezond, plezant, sexy,
helemaal oké. Vooral mensen met een ongezonde levensstijl, hè, qua voeding, alcohol, roken, veel stress, die kunnen zo een stukje van de schade counteren. Maar als ik eerlijk ben, als je deze filmpjes volgt, kijk eens naar jezelf, help je lijf gezonder worden en zet zo stap voor stap en chas al die slechte gewoontes door de wc. Nu over naar lekker en gezond, want ik sta hier niet voor niks met een gevaarlijk mes. Want je moet natuurlijk niet de hele tijd als een hamster met dikke wangetjes nootjes lopen knabbelen. Dat is niet helemaal evident, het is ook nogal een gedoe. Er is een simpelere manier en dat is mijn meest populaire receptje ever. Ik ben er eigenlijk wel trots op, want ik ben geen chef, maar makkelijk, gezond en lekker voor mij graag, hè? Als het maar snel kan gaan. Dus met al die noten gaan we granola maken. Niet van die granola waar je de hele dag plezier van hebt omdat die oplapt en tussen je tanden zit. Nee, granola die je in één keer per maand maakt. Heel je huis ruikt dan naar koekjes en zoet en word er dan ook nog eens blij en gelukkig van. En het is ook een super cadeautje om mee te nemen als je ergens op visite gaat. Wat hebben we nodig? Een oven, een bakplaat, 300 gram notenmix, geen walnoten, 450 gram havermout, 75 gram zaadjes, zonnebloem, sesam, pompoenpitjes, 65 gram pekannoten, 2 grote lepels kokosolie, een vleugje vanille, en 8 lepels ahornsiroop. 300 gram noten, geen walnoten. En die hak je fijn. Laat ik nu hakken. Waarom geen walnoten? Wel, de walnoot, dat is de vezel- en omega-3 kampioen van de noten. Heel gezond. Helpt heel goed bij mensen met spijsverteringsproblemen. Maar, als je die verhit, dan wordt die zelfs ongezond. Die omega-3 die gaat zich dan omzetten in dingen waar we geen nood aan hebben. Integendeel, die ons zelfs kunnen ziek maken. Dus de walnoot gaan we nooit meebakken. In Amerika is de walnoot zelfs een groot onderdeel van het stop hoge bloeddruk dieet. Omdat dat zo'n geweldig gezonde noot is. Wat zit er nog in? Amandelen. Ook heel voedzaam. Protvol. Propvol calcium. 25 gram amandelen is 50 gram calcium. Nu jij, ik kan dat. Nee, 50 milligram calcium natuurlijk. 25 gram amandelen is 50 milligram calcium. Er zit ook heel veel kalium in. En kalium, dat is de stof die we nodig hebben voor een gezond hart. Ik heb ook 450 gram havermout. Deze is met rozijntjes door. Die haal ik eruit, want gedroogd fruit durf dat eens verbranden in de oven. En dat is niet lekker. Het mag zeker niet verbranden. Het is ook niet gezond. Mengt je havermout met je gehakte noten. De gehakte noten erdoor. Daarbij doen we 2 grote eetlepels kokosvet. Dat hebben we al een beetje laten smelten. Voorzichtig gedoe. Een beetje vanille. Biologische vanille. Waarom? Dan ben je zeker dat het vanille is en geen troep. Een beetje kaneel. Waarom? Dat zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel trager omhoog gaat. Dus suikers gaan trager opgenomen worden als je kaneel bij een zoet gerecht voegt. En dan voegen we er nog 65 gram gehakte pekans bij. En die heb ik al gehakt en dat is niet zo slim. Gaan we dat nu even doen. En we gaan even hakken. Ik hak grof. Waarom? Hoe grover dat je hakt, hoe beter eigenlijk dat alle voedingsstoffen erin blijven. Als je iets helemaal gaat verfroefelen, dan verbrandt het ook sneller. En dan speel je toch een deel van de voedingsstoffen kwijt. En dan gaan we er nog onze 75 gram zaadjes bij doen. Zaadjes van alles, maar zeker als je mannen in de familie hebt, pompoenpitjes. Pompoenpitjes zijn wetenschappelijk bewezen de pitjes die beschermen tegen prostaatkanker. En nu gaan we Jamie Oliver gewijs vettige handjes. Oh, ik word er zo blij van. Dat
een noten. Ha. En dan, pièce de la résistance. 8 lepels ahornsiroop, stroop van de ahorn. En dit gaat ook een beetje het koekjesachtige geven. Hierdoor gaan de dingen wat meer aan elkaar plakken. Voilà. Dit gaat nu 15 minuten in een voorverwarmde oven van 150 graden. En na 15 minuten gaan we er goed in roeren. Ook goed in de gaten houden dat er niks verbrandt. Zeker hazelnootjes, die schilletjes, die durven al wel eens snel verbranden. Maar ik heb geen gepelde gewonden vandaar. En na 15 minuten in roeren gaan ze er nog eens 10 à 15 minuten in. Voilà, nu in de oven. Dus appels en kaneel, ook een heel goeie. Bij kindjes die altijd buikpijn hebben, is kaneel een geweldige. Die brengt de buik tot rust. Mooi cadeautje. Als je ergens gaat eten, je kunt altijd zo ergens een pot hebben staan als reserve. Hè? Kijk, is mooi hè. Kost de helft van een granola die je in de winkel koopt en het is nog gezonder ook en je weet precies wat erin zit. Maar je hoeft natuurlijk niet altijd granola te eten. Je kan je favoriete noten in je kantoorla leggen, in je handschoenenkastje, in de auto. Knabbelen helpt tegen filestress. Of stop ze in een leuk zakje in je handtas en hou ze binnen handbereik tegen suikerdiepjes. Kauw een paar noten en kauw ze goed, zo verteren ze beter. En neem alle voedingsstoffen goed op. Dus vanaf nu zijn noten jouw EHBO bij stress en hongerkes. Je moet ook weten dat die nootjes je helpen bij dipjes, dus als je je niet zo lekker voelt, en hormonenrollercoasters, net zoals alle tips en tricks die straks in mijn kerstfeestboek Menopower staan. Hij vloog net voorbij. Want alles wat daarin staat, ook die opvliegers en lastige toestanden om je heen, dat kunnen allemaal overkomen. Menopower, niet waar? Dus, voilà. Deze maar 10 minuutjes zit erop. Vond je het leuk? Wij hebben hier in elk geval een paar zalige bokalen klaarstaan. Dus laat me eens weten wat jouw gezonde pleasure is. En ik stuur een bokaal naar de meest originele. Dat reageren kan je natuurlijk alleen maar voor elkaar krijgen als je hieronder een commentaar achterlaat en ons volgt. Zodat we met z'n allen kunnen uitgroeien tot de grootste, de lekkerste, de knapste community van België. Het recept van de granola vind je terug in mijn boek Easy Healthy Fast, dat je ook kan bestellen via mijn blog op. En stel dat je nog wat wil nababbelen over je leven, je liefde en je gezondheid, kom dan gezellig langs op de besloten Facebookpagina maar 10 minuutjes. En trouwens, je mag dan zelfs langer dan 10 minuutjes blijven, hè? Dag Sjoekes, tot de volgende. Nee. Dat is voor mensen, niet voor honden. Oei, mijn haar valt af. Mijn haar viel af. Flop. Weg haar. Bonk. Weg reflectiescherm. Of is dat daar voor dienstoe? Wacht, hè. Oh, dat is schattig. Ja, erg, ja, erg, hè. Jacques, je moet hem de kar op eten. Oh, ik vind dat heel erg. Ja, hè. Wow. Heerlijk. Jacques is weer content. En een decor, ja, er is nog wel wat over voor mij. Nee, Kareltje, je mag wachten tot je omzweegt, maar er gaat niet veel meer komen. Doet of niet, maar deze komt toch echt absoluut in de bloepen. Ja, maar dat weet je niet serieus wat je voeten hebt. Hè. Dat wil ik wel langer zijn. Maar dat ik nu ongelooflijk geweldig vind. Ja. En of dat je dan... Ah, Sunny boy. Dus zo. Karel, hallo. Kareltje. Kareltje is hier. Dus ik heb een stasjenootjes met. Ah ja. Kareltje. Dag Sjoekes. Tot de volgende.